Linda de Mol kaapte Merel Westrik in de zomer van 2019 weg bij het RTL Nieuws om het boegbeeld te worden van Net 5. Die zender zou een soort tv-versie van haar tijdschrift Linda worden met het programma Ladies Night als het centrale middelpunt. Deze vrouwen talkshow met Merel is echt gigantisch mislukt. Al snel verliet Linda het zinkende Net 5 schip en inmiddels ligt de tv-carrière van Merel alweer een paar jaar aan gort. Ze maakte laatst nog twee documentaires voor de zender, eentje over Britney Spears en eentje over alcoholisme. Er keek geen hond naar, maar kennelijk is dit een soort bezigheidstherapie voor Merel. Voelt ze zich niet keihard in het pak genaaid door Linda? Nee, zegt Merel in de Varagids. Ik ging weg bij RTL Nieuws voor een avontuur. Ik had tot die tijd alleen maar nieuws gemaakt en was benieuwd naar wat ik nog meer kon. Die kans kreeg ik bij net vijf. Linda de Mol en Gildo van der Bijl hadden allemaal geweldige plannen. Geweldige plannen waar niemand naar keek. Gelukkig kunnen ze corona de schuld geven. In april 2020 brak corona uit en daarna zijn alle grote plannen in de ijskast gezet. Het net 5 waarvoor ik ben weggegaan, is niet het net 5 geworden van het oorspronkelijke idee. Het is nu meer de zender die het eerst was, met af en toe een uitstapje zoals de twee programma's van mij. Maar heeft ze nou spijt? Ladies Night was een avontuur, waar ik geen moment spijt van heb gehad. Het had de potentie om geweldig te worden. Maar het is ontzettend moeilijk om voor een talkshow elke nieuwe talkshow overigens de juiste balans te vinden. In toon, in mensen en in onderwerpen. En dan ook nog op een commerciële zender. Dan zegt Merel tegen de interviewster van de Gids: waarom rakel je dit allemaal op, Jo? Ik had het pas net verwerkt. Was haar zelfvertrouwen weg dan? Nee hoor, ik denk dat we genoeg afleveringen hebben gemaakt die er enorm toe deden, en waar vrouwen echt iets aan hebben gehad. Maar ik vind het wel jammer dat het programma als mislukt wordt gezien. Ik zelf zie het in ieder geval niet zo.